terug naar lang vervlogen tijden. Met de Cotes de la Charité. Natuurlijk monniken in de Loire. Prachtig stukje grond hadden zij natuurlijk zichzelf weer eigen gemaakt. En toen de tijd zijn ze zich in ieder geval niet gaan storten op, laat ik zeggen, de veel voorkomende witte druif. De Sauvignon Blanc, die een thuiswedstrijd speelt in de Loire. En ook niet de Chenin Blanc. Maar dit is toch wel een hele grappige, kleine trouvaille van Serge Dagano en zijn viers en zijn dochters. Niet te verwarren met helaas te vroeg overleden DJ Dagano. Dit is gemaakt van de Pinot Bureau. En dat is eigenlijk het slang daar, de eigen benaming van de Pinot Gris. En dat levert een, ja god, natuurlijk los van het feit dat het een geestige wijn is voor een blindproeverij van wat is dit en waar komt dit vandaan. Nou, kijken of ze dat goed hebben. Levert dat een volstrekt ander soort wijn op dan dat je verwacht in de Loire. Volgens mij heb ik dezezelfde druif wel eens aangeplant geproefd gehad in de Bourgogne. En dan heette die gewoon Bureau. En dan was het dus ook, nou, ik weet niet of het hetzelfde is, ik zou het nog eens eventjes moeten nakijken. Maar dit is in ieder geval, het is eigenlijk dus het alias van de Pinot Gris. Die het in de Elsass onder andere zo goed doet. Maar die doet het in de Loire dus ook behoorlijk aardig. Dit is een beetje vlezig, zacht, een beetje vettig, een beetje romig, echt een beetje creamy. Het zal ook waarschijnlijk wel de malolactische gisting hebben gehad. Een hele interessante wijn met een beetje perigheid natuurlijk. Een beetje molligheid, een beetje roomboter en karamel. Een beetje gember spiciness, dus een beetje dat zoetige, peperige van gember. En dat maakt hem tot onalledaags en spannend lekker. De Pinot Bureau.